Misschien heb je alles van de Piratenpartij gehoord. Die partij met die aparte naam. Die Piratenpartij nog ziet als een partij die zich alleen bezighoudt met downloaden, moet zeker blijven kijken. We stellen je voor aan Dirk Poot. Hallo, ik ben Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij, lijst 11. Naast lijsttrekker ben ik ook zelfstandig ondernemer. Vanuit mijn medische achtergrond schrijf ik voornamelijk medische programma's. Internet is iets wat in je dagelijks leven ontzettend belangrijk is. Als je 's ochtends wakker wordt, check je mail op je mobiele telefoon. Als je werkt of studeert, doe je dat voornamelijk online. Als je bankgegevens checkt, doe je dat via het internet. Je nieuws haal je van het internet en als je met je vrienden communiceert, doe je dat ook weer voornamelijk online. Voor de Piratenpartij is het internet een heel belangrijk thema. Het internet is het belangrijkste communicatiemedium van deze tijd. En daarom wil de Piratenpartij het internet vrij en ongecensureerd houden. De gezondheidszorg wordt steeds duurder. Bestaande partijen zien alleen oplossingen in het verhogen van het eigen risico of het verlagen van salarissen van verplegend personeel. Het echte probleem wordt niet aangepakt, want dat zit hem in de patenten op de medicijnen. Door die patenten worden medicijnen veel en veel duurder verkocht dan ze daadwerkelijk zouden moeten kosten. Tot soms wel 100 keer meer. De Piratenpartij wil de farmapatenten afschaffen. Hierdoor komen miljarden vrij die besteed kunnen worden aan de zorg en aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen die we met elkaar produceren. Op deze manier krijgt de zorg weer lucht. Als het over privacy gaat, hoor je sommige mensen wel eens zeggen: als je niets te verbergen hebt, heb je toch ook niets te vrezen? Maar als je 's ochtends je deur uitgaat, doe je hem wel op slot. Niet omdat je wat te verbergen hebt, maar om je waardevolle spullen te beschermen. Privacy is niks anders dan jouw recht om jouw waardevolle privégegevens te beschermen. Want met wie wil je delen wat je aan je dokter vertelt? Wie mag allemaal weten hoeveel je verdient? Of je wel eens door rood bent gereden? Hoe vaak je wietpas gebruikt? De overheid wil steeds meer van ons weten en kijkt de hele dag over onze schouder heen. Op 12 september is Dirk Poot de lijsttrekker van de Piratenpartij in Nederland. Internet is grensoverschrijdend en veel wetten die nu de Nederlandse burger beknellen zijn op basis van afspraken tussen landen. Een internationale aanpak voor de bescherming van burgerrechten is noodzakelijk. Daarom is de Nederlandse Piratenpartij onderdeel van de Internationale Piratenbeweging samen met meer dan 60 andere piratenpartijen. Ga stemmen op 12 september en draag jouw steentje bij aan een open internet en het belang van jouw privacy en burgerrechten.